Ik was altijd wel goed in natuurkunde, maar ik had nooit gedacht om daar iets mee te doen. Ik wilde liever iets met mensen doen en iets creatiefs. Maar ook wel iets technisch en daarom besloot ik industrieel ontwerpen in Delft te gaan studeren. Toen dat niks werd, was de stap naar de overkant, naar natuurkunde, helemaal niet zo groot meer. En uiteindelijk blijkt dat je daar ook met mensen samenwerkt en creatief moet zijn. Het doel van onze groep is eigenlijk om te werken aan de kwantumcomputer. En daarvoor kijken we naar een enkel elektron in diamant. Dus heel erg klein. En op deze hele kleine schaal gebeuren hele gekke dingen. Heel andere dingen dan op onze normale schaal gebeuren. Bijvoorbeeld dat een deeltje op 2 verschillende plekken tegelijk kan zijn. Of in 2 verschillende toestanden tegelijk. En dit noemen we een superpositie. Ja, met die superpositie en andere aspecten van de kwantumwereld willen we eigenlijk op de lange duur heel complexe berekeningen doen. Deze complexe berekeningen die zijn zo moeilijk dat de gewone computer die helemaal nooit zou kunnen oplossen. Ik probeer eigenlijk een kleine kwantumcomputer in een diamant te maken. Met een paar van die quantum bits of qubits proberen we foutencorrectie te doen in de kwantumcomputer. En foutencorrectie is heel makkelijk in een gewone computer. Je kan gewoon naar je bit kijken en je kijkt, klopt die nog? Als het niet zo is, dan pas je hem aan. Wat je ook nog zou kunnen doen, is om heel veel kopieën te maken. En dan kan je kijken wat de meerderheid is. Het probleem van een quantum bit is dat je er niet naar kan kijken, want dan verstoor je hem. En je kan ook nog eens geen kopieën maken. Dus dat maakt het wel heel erg moeilijk. Ja, wat ze daarop hebben bedacht is om een qubit of quantum bit te verstrengelen met een andere qubit. En hierdoor hebben ze geen toestand meer van zichzelf, maar delen ze een gezamenlijke toestand. En hierdoor kan je dus één kwantumtoestand opslaan in meerdere qubits door verstrengeling. Ja, maar nu willen we dus die fouten detecteren en corrigeren. En hiervoor willen we niet naar een enkele kwantumtoestand kijken. Dus wat je kan doen is qubits met elkaar te vergelijken, zijn ze hetzelfde als elkaar, zonder dat je echt naar hun eigen toestand kijkt. En hierdoor verstoor je ze niet, maar leer je toch iets over of er een fout is ontstaan of niet. Dus eigenlijk spieken zonder echt te kijken. En de afgelopen maanden hebben we keihard gewerkt om 3 van onze qubits met elkaar te verstrengelen en met behulp van een 4e qubit te kijken of er fouten zijn, dus de toestanden met elkaar te vergelijken en die fouten ook te corrigeren. Hiermee behoren we echt tot de eerste van de wereld die dat doen. Dat is natuurlijk heel erg gaaf. En nu willen we kijken of we nog verder kunnen gaan en meer qubits met elkaar kunnen verstrengelen en zo een grotere foutencorrectie kunnen doen. Natuurkunde en ook vooral de richting die ik aan het doen ben, is echt een mannenwereld. Dat was wel even wennen in het begin. Mannen communiceren toch al anders en ze werken ook anders. En ja, hierdoor moet je als vrouw toch je mannetje staan en je daar een beetje aan aanpassen. En daar heb ik wel veel van geleerd, ook voor in het dagelijks leven. En de wetenschap is het heel belangrijk om je uitkomsten ook te delen. Dus we gaan nu alles opschrijven in een wetenschappelijk artikel om het te publiceren in een tijdschrift. Verder mag ik ook ons werk de komende maanden presenteren op verschillende conferenties in en buiten Nederland. En hier komt weer het sociale gedeelte kijken, want het is heel leuk om over mijn werk te vertellen en ook andere mensen te spreken die met soortgelijk onderzoek bezig zijn. Faces of Science.